Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Insum 11 Go. Ja, en ik ga vandaag bij het Sonny's Ultimate Tournament. Ga ik hier wedstrijdjes doen, want hier heb ik nog geen S-rank. Bij deze teams, en dan ga ik proberen te halen. Dus ik ga gelijk tegen dit team. Dus ja, oké. Team A. Oké, hoppakee. Oké, dit is hun team dus, Chaos Angels. Ja, en ik ben weer thuis. Dus ja. Ik heb mijn huiswerk al af, dus dat is nice. En ja, ik heb niet zo super veel te vertellen eigenlijk. Oh ja, over 12 dagen of 11 dagen ongeveer, komt er Insum 11 Go Groningstone uit. In het Engels, dus ja, in Europa. Ja, die ga ik dan kopen. Ik ga denk ik ook gelijk een video maken van ja, hoe het er een beetje uitziet. Ik ga geen walkthroughs maken van de missies en zo. Misschien wel van, hoe heet dat, Thunderflash. Maar die ga ik later pas kopen, maar niet gelijk van Wildfire die ik eerst ga kopen denk. Want ja, ik ben er nu echt over uit. Ik heb het even bedacht net. En ik ga denk Wildfire als eerst kopen. Dus ja, dunne fles komt er later. Als ik Wildfire dan uit heb gespeeld. Dus ja, oké, dan wordt het dan. Oké, doe een Fine Spirit. Pendragon. Goh, ik kon even niet schieten op doen, want dat is echt irritant. Hier doet die Fine Spirit. Godsamme. Te gek van. Maar ja, deze gaat sowieso wel zitten, denk ik. Dus. Oké, hoppakee. De eerste call is dus weer binnen. Dan gaan we snel door. Pakken we snel weer de bal. Als het lukt dan. Oké, side swipe. En ja, ik heb alweer 19 abonnees. Daar ben ik hartstikke blij mee. Bedankt daarvoor. En ook bedankt voor alle steun en reacties die jullie achterlaten. En likes natuurlijk. Want ja, dat motiveert me heel erg. Ja. Oh fuck. Oké, boomerang bluff. Plus 2. Weer. Goh, kost best wel weinig TP. Oké, Dark Reaver weer. Zo, zijn Spirit TP is ook op. Nou, bijna dan. En die van hun keep ook. Dus, mooi zo. Tweede call is ook binnen. Hopelijk kunnen we nog snel voor de rust nog een goaltje binnenhalen. Ja, oké. Dus ja, verder ga ik hier even in deze competitieroute. Ga ik even verder met de video's maken, want hier moet ik nog S-rank. En ja, dat wil ik natuurlijk wel. Overal S-rank. Volgens mij heb ik dan overal S-rank als ik hier S-rank heb. Ik weet niet helemaal zeker hoor, maar ik denk het. Oké, 2-0 in de eerste helft. Dan moeten we maar 3 goals scoren in de tweede helft. Oh,
Van afstand, oké. Okay. Ik vind het helemaal best. Hij houdt hem toch wel. Denk ik dan. Die shot blocking. Dat doe ik ook maar. Reverend Force. Shot blockend, oké. Okay. En hij shot weak, net was het. Oké, okay, dan ook mijn uitzonder flyer. Dit is shot blocked. Holy, ze doen special tactics. Oké, okay, dan doe ik Thunderbolt. En die wint. Nice. Goh, ik schoot maar gelijk. Tja, ik heb wel big moves, dus. Hopelijk gaat die Snowstorm Leopard eindelijk level up. Nee, dus. Hoppakee. Oké, 3-0. Nice. Oké, herhaling. Oké, ga snel door. Fuck. Ze doen spirit. Kut. Oké, okay, het is best tactiek. Ik doe gewoon maar absoluut barrier. Oké, okay, ja, oh. Fuck. Snel door. Ja, dus. Tering, hè. Oké. Ja, ik moet even wat doen met mijn telefoon. Die is bijna leeg, dan zet ik hem even op z'n allerdonkerst. Gaat die minder snel leeg. Ja, jullie merken er toch niks van, dus. Geen buitenspel, geen buitenspel. Gelukkig. Fuck, ook geen TP, hè. Maar is dit wel gelukkig? Het zit wel mee, best wel geluk. Ja, als ik S-rank wil halen. Oké, okay, gaan we snel door. Misschien kunnen we nog eens best tactiek, ik weet niet. Nope. Fuck, het lukt niet. Oké, okay, flapjack de fans dan. Nee, ook niet. Nog een keer flapjack de fans. Die lukt wel, mooi zo. Tering, ik wou net passen. Maar ja, we hebben de bal nog dus. Fuck. Zit er maar echt in de weg. Goh. Wint hij ook nog? Ah, ik ga geen S-rank meer halen zo als het zo doorgaat. Kom op. Yes, kom op, snel naar voren. Oké, okay, kom op. Oké, okay, shoot. Kom op. Ik hoop echt dat die zit. En ja, die zit. Mooi zo. We hebben toch S-rank. Nice. En de 28e minuut. Dus. Laat ze even een beetje doordribbelen. Dat de tijd zijn ook kut. Laat maar. En ja, hij is afgelopen de wedstrijd. Oké. Okay. FP boost. En een paar levels. Maar mensen, bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Als het leuk vond, laat het in de comments achter. Abonneer op dit kanaal voor meer. En dan zie ik jullie later.